Voor dit recept beginnen we met het weken van de sojabonen tot ze zacht zijn. Hoe lang het moet weken hangt af van het merk dat je koopt. Deze sticks die ik heb zijn binnen 5 minuten zacht, maar er zijn ook merken die overnacht moeten weken. Sticks in de vorm die ik hier heb zijn over het algemeen het snelst zacht. Zodra de vellen zacht zijn, kun je ze in bite-size stukken snijden. Neem daarna een ui en snijd die in partjes. Zet het aan de kant en pak de sucradelappen erbij om in blokjes te snijden. Als er overtollig vet aan het vlees zit, dan snijd ik dat eraf en doe ik het weg. Mocht je trouwens een minder vet alternatief willen, dan kun je ook magere runde braadlappen gebruiken in plaats van sucradelappen. Om het stoofvlees te maken gebruik ik een pan van gietijzer en hier doe ik sesamolie in om de ui te fruiten en het vlees dicht te schroeien. Dan voeg ik oestersaus, sojasaus, rijstwijn en Chinese 5 kruiden toe om dit gerecht smaak te geven. Voeg naar smaak nog wat peper toe. Roer het geheel goed door en giet er daarna water bij om het vlees te stoven. Voeg zoveel water toe totdat al het vlees onder water staat. Zodra het water kookt kan het vuur omlaag, zodat het gerecht ongeveer 2 uur zachtjes kan stoven. Controleer tussendoor wel of er nog genoeg water in de pan zit, zodat het niet aanbrandt. Als het water te snel verdampt, kun je er gewoon wat water bij gieten. Pas na 2 uur stoven voeg ik de wortels toe. Dit doe ik zodat de wortels nog een klein beetje bite hebben. Als je van hele zachte wortels houdt, dan kun je die tegelijk met het vlees aan het begin toevoegen. Laat het geheel daarna nog een uur stoven en voeg tijdens het laatste half uur de sojabonenvellen toe. In totaal stoof je dit gerecht ongeveer 3 uur. Mocht jouw vlees dan nog niet zacht zijn, dan kun je het gewoon nog even door laten stoven. Dit gerecht is heerlijk met rijst en iets zuurs. Ik kies meestal voor augurken. Lijkt het gerecht jou ook lekker? Geef dit filmpje dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer lekkere recepten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!